Onlangs ontving burgemeester Pieter Verhoeven het eerste exemplaar van het boek Geschiedenis van Gouda, met een eigentijdse kijk op de historie van de stad. Een uitgave van de historische vereniging Die Gouda en Gouda 750. Met 6 artist impressions van belangrijke Goudse momenten waar niets van is overgeleverd. Gerrit den Hollander sprak na afloop met diverse hoofdrolspelers. Meneer Pleij, u had mooie woorden over Gouda als bakermat van het poldermodel, de verzorgingsstaat, de tolerantie en zelfs de verspreiding van kennis. Hoe komt dat zo? Ja, dat is een erfschat die niet genoeg onderstreept kan worden. En die is verbonden natuurlijk met een aantal grote mensen uit Gouda. En in de eerste plaats is dat Erasmus. En het lastige daarbij is altijd dat Erasmus zichzelf met Rotterdam identificeert. Maar hij is daar nauwelijks geweest. En alleen maar als baby of heel klein. Maar hij heeft zijn intellectuele vorming heeft hij hier ondergaan. Daar praat hij later erg onaardig over, over heel Holland. Uit angst dat hij hier gebonden wordt aan de kloosterregel. Hij zat in het klooster Stijn. En ook omdat hij graag zich wil voordoen als een self-made man die verder helemaal niks nodig had, maar het zelf had gemaakt. En dat is echt onjuist, omdat er ook in zijn brieven aanwijzingen zijn dat hij juist hier zijn intellectuele vorming heeft ontvangen. Daar weten we een heleboel van in feite. Hij is hier niet alleen naar school geweest, maar hij heeft ook de bibliotheek van dat klooster in Stijn, was een belangrijke bibliotheek. En bovendien heeft hij daar veel soortgenoten getroffen. Dus ook jonge monniken, net als hij, die vol waren van humanisme, van vernieuwing, christelijk humanisme dat ze brachten, geschiedschrijvers. Voor een deel waren dat dus ook monniken, voor een deel waren het gewoon jongelingen die hier in Gouda opgroeiden. En die het hadden over niks absolutisme van keizer en paus. Maar ze waren ook niet voor de hervorming, voor de reformatie, maar ze vonden wel dat de kerk zeer moest veranderen. En in dat kader ontstaan omgangsvormen, relativering van het absolute gedrag, hoe je met elkaar moest discussiëren, dat een mening niet absoluut kon zijn, maar altijd mensenwerk was. En in dat kader is Gouda, dankzij Erasmus, maar vooral ook die grote vriendenkring, een belangrijke bakermat geworden van het poldermodel, het overleggen en het relativeren. Heeft u een verklaring voor het feit waarom dat hier gebeurde? Nou, dat gebeurde hier omdat deze mensen hier opgroeiden en elkaar dus inspireerden, elkaar aanstaken. En het lastige is dat Erasmus dat heeft proberen uit te wissen later. Omdat alles wat Holland was en Gouda hem met angst vervulde. En dat is het probleem. Maar wel degelijk heeft zich hier een groep mensen ontwikkeld. Want dat is het natuurlijk. Het is niet dat hij in zijn eentje dit soort ideeën ontwikkelde. Nee, in discussie, in debat. Dat hoorde overigens bij die Augustijner orde. Want die orde zat in dat klooster Stijn. Dat was een intellectuele orde met een belangrijke bibliotheek. En daar verzamelde zich zo'n groep mensen omheen die dit heeft aangericht, om het zo maar te zeggen. En daarom is Gouda de bakermat van het Hollandse humanisme geworden. Terwijl het concert al bijna gaat beginnen, nog één vraag. U gaf aan, we hebben genoeg historisch erfgoed, waar we veel mee doen. Doen we met het immateriële wel voldoende? Nee, dat klinkt bijna beschuldigend en zo bedoel ik dat natuurlijk helemaal niet. Maar omdat het is ook veel moeilijker vorm te geven natuurlijk. Hè? Om te zeggen, ja, hoe kunnen we dat nu verder duidelijk maken? Het is goed dat men bijvoorbeeld in Gouda de punten waar Erasmus geleefd heeft of mee verbonden kan worden, heeft gemarkeerd. Maar inhoudelijk moet je dus proberen dat denkgoed ook op allerlei manieren te vertalen. He, dat is wel in bredere kring bekend door de uitgaven van zijn wetenschappelijk werk, van al zijn andere werken. Maar om het nu duidelijk te maken wat voor rol dat maatschappelijk en sociaal heeft gespeeld, daar zijn nog werelden te winnen. Ook omdat bij die kring jonge mensen Gerard Leeuw een rol speelt. En dat is een van de eerste drukkers van de Lage Landen die buitengewoon interessant is en succesvol. Dat is de reden waarom hij ook later naar Antwerpen vertrekt en zelfs een deel van de Engelse boekenmarkt gaat verzorgen. Maar hij is begonnen in Gouda en heeft hier een groot en belangrijk bedrijf opgezet. Met Latijnse teksten, geleerde teksten, maar ook met teksten in de volkstaal. Met teksten waar je van moest leren en dat was op het volk. Dus daarom zeg ik ook, en daar kun je ook een heleboel meer mee gaan doen. Hij leerde het Nederlandse volk lezen. En dat is niet niks. En dat komt uit Gouda. Ja. En heeft u een idee hoe we dat voor de gewone Goudenaar van vandaag de dag
duidelijker kunnen maken? Ja, nou dat moet je vertellen. Dat moet je in de bibliotheek, moet je daar wat mee gaan doen. In allerlei vormen en uiteraard het onderwijs moet je daar bewust van maken. Zo moet je dat in verschillende vormen gieten die kunnen aanspreken en die interactief zijn. Dat kinderen, en vooral kinderen natuurlijk, hè, die zich voor dat soort dingen altijd sterk interesseren. Dus wat dat betreft voorspel ik vele mogelijkheden waartoe bijvoorbeeld het jubileumjaar volgend jaar alle aanleiding geeft. En hopelijk en waarschijnlijk ook allerlei subsidiemogelijkheden opent om dat te gaan doen. Want je moet vooral een draagvlak creëren binnen de stad. Dat je zegt van, het is niet niks waar wij leven. En het is niet niks wat hier geboren is. En nu is het moment, denk ik, ook dankzij dat boek wat nu verschenen is voor een breed publiek. Om te zeggen, nu gaan we een nieuwe start maken en duidelijk maken waarom het belangrijk is en niet oninteressant om in Gouda te leven. Mevrouw van der Veer, een nieuw boek over de geschiedenis van Gouda. De geschiedenis is voorbij. Wat is er nieuw dat we een nieuw boek over de geschiedenis van Gouda nodig hadden? Ik denk dat je kan zeggen dat dit boek nieuw is, omdat we natuurlijk in die 20 jaar na 1000 jaar Gouda, om het zo maar te zeggen, toch weer nieuw onderzoek hebben gedaan. En je merkt dat mensen anders kijken naar hun eigen geschiedenis. Dus ik vind bijvoorbeeld in dit boek dat er wat meer aandacht is voor vrouwen in de Goudse geschiedenis. En dat kom je in de verschillende hoofdstukken, hebben we dat geprobeerd toch wel naar voren te laten komen. Ik noem bijvoorbeeld Elisabeth Stoffers, een bekende kunstenares, die we hier begin 20e eeuw hebben gehad in Gouda. Maar er is ook wat aandacht voor de vrouwenkiesvereniging aan het einde van de 19e eeuw. Iedereen kent natuurlijk Anne-Barbara van Meert de Schilpoort, maar er waren dus gewoon meer vrouwen in Gouda die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis. Ja. Daarnaast hebben we natuurlijk heel erg geprobeerd om het verhaal, hetzelfde verhaal te vertellen, maar dan toch wat meer vanuit het dagelijks leven ook. Dus in die zin is het echt wel een nieuw verhaal over dezelfde geschiedenis. En daarbij misschien ook meer voor mensen die ook niet direct historicus zijn. Nee, precies. Dat is echt duidelijk de insteek. Hè? Want 1000 jaar Gouda is eigenlijk een naslagwerk waar je echt... ik vind dat wel een beetje te hoog gegrepen. En dit is eigenlijk echt een boek waar veel in te zien is. En wat makkelijker zou moeten gaan lezen. Daardoor, door het beeldmateriaal, maar ook met de teksten hebben we daarbij rekening gehouden. Dus een verhaal wat sneller leest en toegankelijker is voor een groter publiek. Een cadeautje voor de jarige stad. Ja, ja, dat was echt de bedoeling en de opdracht. En het is ontzettend leuk om aan te hebben gewerkt. Dus daar ben ik heel blij om. En zelfs met beelden die we nooit eerder hebben gezien. Historische beelden, maar dan wel nagemaakt. Ja, dat wel. Ja. Eerst noemden we het steeds een reconstructietekening. Maar ik zag nu dat het een artist impression heet. Want we weten eigenlijk niet of het zo is geweest. Dus je kunt eigenlijk niet van reconstructie spreken. Nee, het is wel gebaseerd op zoveel mogelijk bronmateriaal wat we hebben. Dus zowel op geschreven bronnen als op kaarten hebben we gekeken. En archeologisch onderzoek mag ik niet vergeten. Dat wordt daar ook bij gebruikt. Dus al die facetten zijn meegenomen in hoe heeft het er ongeveer uitgezien. Ook gekeken naar wat er in andere steden wel bekend is en voor Gouda niet. En dat alles bij elkaar maakt dat je dan tot zo'n impressie kan komen. En een heel mooi beeld krijgt van hoe de Sint-Jan, waar wij nu staan, er mogelijk heeft uitgezien na die verschrikkelijke brand in 1552. Ja, een beetje de Notre Dame van Parijs. Hè? Dat herinneren we ons allemaal nog wel. Moest ik ook dat meteen aan denken. Dat is ook gebeurd. Ja. En om daar een beeld van te hebben. Kijk, nu zouden we daar als fotografen bovenop staan. Maar dat hebben we natuurlijk in die tijd niet gehad. Dus dat doet denk ik wat extra's voor het boek. Ja, dat geeft mensen toch... we zijn tegenwoordig veel beeldender, hè? Door alles, door tv en social media en alles, ben je erg gericht op beeld. Dus mensen hebben dat nodig om het verhaal goed tot zich door te laten dringen, denk ik. En dat is nu mogelijk. Ja. Laten we hopen dat het zijn weg in de hele stad vindt. Ja, dat hoop ik ook van harte. Ja. Hoe sommige momenten in Gouda eruit hebben gezien, weten we inmiddels dankzij een soort
wat eerst werd genoemd reconstructietekeningen. Maar dat mag zo niet heten. Artist Impression heb ik gehoord. Gemaakt door u, Paul Becks. Ja. U bent archeologisch illustrator en 3D-tekenaar. Waar staan we hierbij? Dit is de afbraak van het Goudse Kasteel in de 1577 dus. En Henk-Jan Sprokkelt, die mij begeleid heeft bij het maken van de tekeningen, die noemde het altijd het nationale Goudse trauma, dat dat kasteel er niet staat, niet meer staat. En dat we ook eigenlijk niet eens weten hoe het eruit heeft gezien, nee, hè? Nee, daarom is het ook voor een deel in afgebroken staat. Want bijvoorbeeld deze weten we wel, die heeft er heel lang nog steeds gestaan. En een aantal delen hiervan ook, maar heel veel ook niet. En ja, de eerste impressie die ik natuurlijk hiervoor heb gebruikt is de maquette die hier in het museum staat. Maar gaandeweg het proces bleken daar toch ook nogal wel wat foute aannames in gedaan te zijn. Bijvoorbeeld het voorkomen van, daar zitten nog allemaal van die witte speklagen op. Maar die zijn eigenlijk meer van na die tijd dan uit de tijd dat het kasteel is gebouwd. Dus uiteindelijk hebben we die hier weggelaten. En ja, verder is het natuurlijk heel veel, ja, heb ik me door Henk-Jan laten begeleiden in van hoe gaan we dit eruit laten zien. Wat ik zelf een leuk aspect van de tekening vond, is dat je hier zit. Hier heeft een gracht gelopen. Ja. En wat ze dus hebben gedaan, en dat heb ik dus zo geprobeerd te illustreren, is dat die gracht dus voordat ze begonnen met de afbraak, dicht is gegooid. Daarom groeit er ook niks. Zie je, er ligt dus allemaal puin, maar de groei, hij is net pas dicht gegooid. Klinkt ook een beetje in. En dit is dan de verwaarloosde, wat dan de kasteeltuin was. En de toegangspoort, maar inderdaad, het is heel veel, hoe moet je dat zeggen, giswerk. Van hoe heeft het eruit gezien? En dan ga je meer kijken naar wat zijn de architectonische kenmerken van bouwstijlen uit die tijd. Waar kastelen, wat je overal het algemeen terugvindt. En dat wordt dan een beetje daarin verwerkt. Maar daarom is het ook beter om van een impressie te spreken en niet van een reconstructie. Want reconstructie, dat veronderstelt dat je precies weet. Maar dat weet je niet. Je probeert alleen een beeld te vormen dat geloofwaardig is in die periode. Hè? En dan dus ook met het afbreken van het gebouw. Wat ik ook heel leuk vond is, dat kun je in foto's uit de 20e eeuw ook nog wel terugvinden voordat er Arbo was. Dat er dus echt mensen gewoon op die hoge torens gingen staan en gewoon zonder enige beveiliging of zo. Daar de boel af gingen staan te pikken. Dat vond ik dan ook wel weer een heel leuk detail. Dus, En zo heeft u er 5 gemaakt, hè? 6. 6 bedoel ik, voor dit boek nog 5. Ja. Zo heeft u er 6 gemaakt. Ja, ja. Hoe lang bent u daar wel niet mee bezig geweest? Dit is een project van een half jaar, 7 dagen per week geweest. Op de computer? Ja. Ja, dit zijn ontzettend arbeidsintensief. Mensen denken heel vaak dat de computer, je drukt op knop en het is er. Maar dat is niet zo. Nee, zeker niet bij dit soort dingen. Nee, want ik begreep wel dat u bent geïnformeerd over raampjes, over soorten steentjes, over hoe de kleding was in de bepaalde periode. Ja, details moeten kloppen, hè? Ik doe dit werk al, ik ben begonnen in de 90e jaren als traditioneel illustrator, gewoon met pen en papier en schilderen. Dus mijn kennis is vanaf die periode steeds, want ik heb bewust de keuze gemaakt om me met dit soort dingen bezig te houden, met geschiedenis, met archeologie. Dus ik heb ik weet best veel, maar Henk-Jan die weet nog veel meer. Kent u Gouda voor u? Pardon? U in deze klus? Ik was hier nog nooit geweest. Nee, okay. Nee. Maar het is wel een hele mooie stad. Ik heb er veel plezier gedaan. Wat ik dan ook heel erg leuk vind is dat ik nu dus eigenlijk die hele plattegrond van die stad en alles gewoon in mijn hoofd heb zitten. En als ik hier rondloop, dat ik dan ook precies van alles in de tijd eigenlijk zeg maar neer kan zetten. Waarschijnlijk meer dan menig Gouwenaar. Het zou best kunnen. Ja, en het zijn hele, hele intensieve projecten dit. Want je gaat je echt, iedere vierkante millimeter moet je je afvragen wat ga je ermee doen. Want je kunt niks wit laten. Dus daar komen al die bootjes en hoe zagen die boten er dan uit. En die luiken bijvoorbeeld, daar hebben we ook uit en daarna over gesproken van hoe moeten die nou bezitten. Welke trapgevels uit welke periode, welke zijn ouder, welke zijn nieuwer en allemaal dat soort vragen. Ja. U gaat Gouda missen? Ja. Nou, missen, ik zal die best wel eens een keer langskomen natuurlijk. Dus, maar ik was er nog nooit geweest en ik wist niet dat het zo'n leuke stad was. En dus zeker, ja. Trots op de 6? Ja. Het is ook wel leuk hoeveel aandacht eraan besteed wordt, want als tekenaar, je tekeningen belanden in een boek of op een website of waar dan ook en meestal krijg je er dan geen aandacht naar. Nee.
Dus dan vind ik dit wel heel leuk. Ja. Ja. Want ze komen, hoorden we net, tijdens de feestperiode groot voor iedereen te zien. Ja, ja, we hebben afgesproken dat ze voor de festiviteiten rondom Gouda 750 gewoon ingezet mogen worden. En ik hoop dan ook dat dat flink zal gebeuren. Ja. Zodat iedereen ze kan zien. Ja. Geweldig. Dank u wel. Dank je.